De Sint-Janskathedraal van Den Bosch is een van de fraaiste voorbeelden van gotische bouwkunst in Nederland. In de middeleeuwse basiliek met zijn talrijke siertorentjes vindt men Noord-Franse karaktertrekken terug. Zoals bijvoorbeeld in de rijkdom aan beeldhouwwerk in het hoofdportaal. Het kerkgebouw en het merendeel van de oorspronkelijke beelden werden tijdens de beeldenstorm van 1566 zwaar gehavend. Pas drie eeuwen daarna, in 1860, begon men met het herstel, waarbij voor de 2200 beelden en de ornamenten gebruik gemaakt werd van een kalkzandsteen die echter al vrij spoedig ontbindingsverschijnselen vertoonde. Het gevolg was een welhaast blijvende restauratie, die nu alweer jarenlang onder leiding staat van architect Tering. Een grote merkwaardigheid van de Sint-Jan zijn de reeksen beelden op de luchtbogen die bij andere gotische kathedralen vrijwel niet voorkomen. Zeer bekend is de groep van ambachten en kunsten. Maar daarnaast treft men ook voorstellingen aan waarvan men de werkelijke betekenis niet heeft kunnen vaststellen. Het zijn met name al deze beelden die sterk zijn aangetast door de inwerking van het weer en door de in de laatste jaren snel toenemende luchtvervuiling. Stuk voor stuk worden ze van daklijsten, topgevels en luchtbogen afgenomen en voor herstel naar beneden gebracht. De architect heeft berekend dat het gigantische restauratiewerk van sculpturen, ornamenten, pinakels en andere zandsteenversieringen nog wel zo'n 25 jaar zal duren. De beelden worden eerst afgespoten en dan krijgt de heer De Bresser ze onder handen. Een steenhouwer die zich hier al 38 jaar met dit werk bezighoudt. Alle herstelde beelden worden behandeld met een chemisch conserveringsmiddel dat een herstructurering van de zandsteen veroorzaakt, waardoor een grotere weersbestendigheid ontstaat. Alle ornamenten worden nu uitgevoerd in de veel hardere basaltlava. De kostbare restauratie behoudt voor latere geslachten een luisterrijk cultuurmonument. Een uniek borduurwerk in steen.